Hallo lieve schatten, daar ben ik weer. In samenwerking met happn maak ik deze video over alles wat met daten te maken heeft. En voor de mensen die happn nog niet kennen, het is een dating app waarbij je mensen in je tijdlijn ziet die je kan liken en gesprekken mee kan voeren, zoals dat wel vaker is op een dating app. Maar dit zijn dan mensen die je dus ergens in real life bent tegengekomen. En dan kun je dus ook in de app zien waar je die dan bent tegengekomen. Dus dat is natuurlijk super leuk en een hele leuke feature van de app. Want dat kan voor heel veel leuke gespreksstof zorgen natuurlijk. Wat ook super leuk is, samen met happn mag ik ook 3 van mijn boeken weggeven. Dus daar kan je kans op maken als je happn even volgt op Instagram. Dan zie je daar de post en zie je daar wat je moet doen voor de winactie. In mijn boek is natuurlijk ook gewoon een heel groot gedeelte over mijn vrijgezellenleven. Ook al zit ik nu al wel langer dan 1,5 jaar in een relatie, denk ik dat ik alsnog best wel veel over daten kan vertellen. Ik wil graag mijn eigen ervaring met daten vertellen en een beetje tips geven vooral ook. Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat daten voor heel veel mensen ook gewoon heel spannend is. Nou, ik ben zelf heel eerlijk nooit echt een held geweest in daten. Ik denk dat ik misschien niet vaker dan 15 keer op date ben geweest. Of door zeg maar online daten. Ik vond het eigenlijk altijd stiekem best wel spannend. En je kent het wel, je hebt gesprekken, maar uiteindelijk komt het er niet echt van om af te spreken. En bij mij lag dat dus heel vaak aan het feit dat ik het gewoon veel te spannend vond om af te spreken. En iemand dus misschien veel langer aan het lijntje hield dan dat eigenlijk nodig was. Ik heb een paar dates, nou 1 of 2 keer een date gehad met een meisje. Meestal met jongens. En ik merk dat ik het uiteindelijk makkelijker vond om in het buitenland te daten. Dus ik heb bijvoorbeeld 5 maanden in Praag gewoond. En ik ben wel eens in mijn eentje in Barcelona geweest. En dan zijn apps zoals happn gewoon ideaal om mensen te vinden. En dan vond ik het op een of andere manier veel minder eng om daadwerkelijk af te spreken. Terwijl je toch denkt, je bent alleen in het buitenland. En nou ja, maar nee, wat dat betreft dacht ik toch, ik kan me nu een soort van, niet dat ik me anders voordeed dan dat ik daadwerkelijk was, maar alsof ik toch even iemand anders kon zijn, omdat niemand me daar toch kende. I don't know. Ja, ik weet dus niet waarom, maar ik vond het in het buitenland gewoon altijd makkelijker. In Nederland heb ik ook wel een paar dates gehad, maar ik vond het dan uiteindelijk het allerfijnste om gewoon iemand te leren kennen op een dating app en daarna hopelijk naar hetzelfde feestje te gaan of uit te gaan en diegene daar tegen te komen. En dat was op een veel luchtigere manier. Dat vond ik altijd wel heel fijn. Oh ja, ik had trouwens nog aan mijn Instagram volgers gevraagd of zij nog leuke dateervaringen hadden of vragen erover. En eigenlijk kwamen heel veel vragen wel op hetzelfde neer. En dat was dus ook van ja, ik word altijd heel zenuwachtig voor een date. Help, wat moet ik doen? Nou, ik denk dat het sowieso heel fijn is om te weten dat het best normaal is als je zenuwachtig bent voor een date. Ik had dat ook altijd en ik heb dus heel veel gelezen van andere mensen die dat ook hadden. Wat ik ook nog veel las is dat heel veel mensen gewoon echt al heel lang een succesvolle relatie hebben door bijvoorbeeld happn. En dat is natuurlijk vet leuk om te lezen dat dat misschien een paar jaar geleden of 5 jaar geleden of zo was dat misschien nog helemaal niet zo heel normaal. Nou, ik denk trouwens wel dat dat inmiddels al ongeveer 8 jaar een beetje populair is om te online daten. En dat daar nu heel veel relaties gewoon heel succesvol door zijn. Dat is toch top. Dus ik geloof er absoluut in. En ik geloof ook echt dat dat soort apps echt niet alleen maar voor seks zijn. Het kan juist, tenminste bij mij is het best wel vaak vriendschappen ook opgeleverd. Of nou ja, gewoon leuk en gezellig. Helemaal niet dat je per se echt een relatie eruit haalt. Maar soms dus ook wel. Nou kijk, een aantal belangrijke dingen. Ik denk dat dit wel een soort tips zijn. Als je bijvoorbeeld online gaat daten en dan heb je dus je profiel. En je kan daar je foto's op zetten en iets in je bio schrijven. Ik denk wel dat het gewoon leuk is. Als je daar gewoon even goed over nadenkt en dat wel een beetje serieus neemt. Dus qua foto's bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben maar 1 foto. Of foto's met allemaal vrienden erop. Waardoor je dus niet goed kan zien wie jij nou eigenlijk bent. Dus dat is al een eerste tip. Zorg dat je goed duidelijk zichtbaar bent op je foto's. Dat je in ieder geval 1 selfie hebt. Als zodat mensen weten dat jij dat bent. En dat je daar goed, dat het gewoon een goede foto is waar je goed op staat. Dat je in ieder geval, dat mensen gewoon goed zien wie jij bent. Dus ik denk dat foto is natuurlijk het allerbelangrijkste op zo'n dating app. Want dat is het eerste wat je ziet. Ik had zelf persoonlijk altijd dat ik er best wel op afknapte als ik likte bijna niemand die niks in zijn bio had staan. Of in haar bio. Dus voor mij persoonlijk vind ik het heel belangrijk als mensen er wel iets in zetten. Al is het maar 1 random woord of iets wat je leuk vindt om te doen of whatever. En niet natuurlijk, je leest altijd van die clichés van ik hou van drankjes doen met vriendinnen en reizen. Wat natuurlijk ook helemaal prima is. Maar dat lees je wel heel veel. Dus je wil ergens toch een beetje outstanding zijn of zoiets. Maar ik vond het in ieder geval wel, dat je wilt toch een beetje persoonlijkheid tonen. Van kijk, dit is wie ik ben, dit is wat ik belangrijk vind of dit is wat ik leuk vind. Dus nou ja, ik vond dat persoonlijk wel belangrijk. En ja, anders dan dacht ik, hoe kan ik anders ooit een gesprek met iemand beginnen als ik nog helemaal niks over diegene weet. En daar komt het volgende. Ga niet iemand liken als je denkt, ik heb geen idee hoe ik het gesprek moet beginnen. Want je kan niet gaan verwachten dat iemand anders maar het gesprek begint. Of je nou een man of een vrouw bent, maakt hierin niet zoveel uit. Ik was zelf denk ik als vrouw daarin misschien wel wat initiatiefnemender met het gesprek. gesprek starten. Ik ging meestal, als ik een match had, begon ik het gesprek wel. Want al dat gezeik om dan... Ja, sorry, ik vind dat... Je moet niet zo afwachtend zijn om dan een gesprek te starten. Like anders diegene gewoon niet, denk ik dan. En dan een tip voor om zeg maar het gesprek te beginnen. Want op happn kun je dus zien waar je elkaar bent tegengekomen. Where you've crossed paths. En zo, dat kwam er moeilijk uit. Dan kun je daar dus over beginnen van... Hé, ik zag dat je ook daar was. Wat was je daar aan het doen? Of hé, kom je daar vaker? Het klinkt super cliché, maar het is wel gewoon een hele makkelijke manier om een gesprek te openen. In plaats van dat je zegt, hé, alles goed. Want dat is toch een iets veel te brede vraag. En zo kan je een iets specifiekere vraag stellen van... Hé, wat deed je daar? Of wat, nou, weet je wel. En dan is het natuurlijk al helemaal superleuk als je dan toch afspreekt op die plek waar jullie elkaar al waarschijnlijk eerder zijn tegengekomen. Ja, dus dat is persoonlijk, vind ik dat wel een heel leuk voordeel aan happn. Ja, en wat ik dus net ook al een beetje zei, zie het niet als een spel. Ik denk dat heel veel mensen, natuurlijk iedereen herkent dat. Dan zit je lekker met je vriendinnen op de bank, ga je een beetje... in een dating app kijken van, oh, is hij leuk of is zij leuk, bla bla bla. Dat levert uiteindelijk niet zo heel veel op. En misschien is dat ook niet waar je dan naar op zoek bent. Maar als je het wel, ja, ik denk dat je er best wel op een of andere manier serieus mee om moet gaan. Maar ook weer, je moet het ook weer niet te serieus nemen. Dus hou het ook gewoon een soort van lekker luchtig. En heb er niet te veel verwachtingen van. Snap je? Een beetje die kanten. Kijk, als je een gesprek met iemand hebt, laat dat gesprek ook niet te lang doorgaan. Maar eigenlijk als je merkt, oké, er is enigszins een klik, laten we direct morgen of overmorgen afspreken. Als je merkt van, oké, het kan pas over 2 weken, dan zou ik eigenlijk al zeggen, oh, laat maar dan. Want dan duurt het allemaal wel weer veel te lang. Je wil gewoon eigenlijk zo snel mogelijk afspreken. Anders komt het er meestal ook niet van. En dat is echt advies waar ik wat aan gehad had kunnen hebben. Want ik stelde dat dus juist altijd veel te lang uit. En nu achteraf denk ik, oké, een dagje praten met iemand, kijken of het klikt, eventueel videobellen, want dat kan ook in de app van happn. Kun je dus gewoon 5 minuten videobellen als een soort voorproefje om te kijken of er een klik is en daarna eventueel af te spreken. En wat happn bijvoorbeeld zelf ook als tip geeft van online dating is dus dat ga met respect met elkaar om. Dus ook hoe je in het echt met iemand om zou gaan, doe dat ook in de app. Of als je een gesprek met elkaar hebt. Of dat nou op WhatsApp is of op zo'n dating app. Dus ga niet zomaar iemand ghosten. Toon een beetje respect. Praat gewoon met iemand zoals je in het echt ook met diegene zou praten. Snap je? Dus dan loop je ook niet in een echt gesprek loop je ook niet zomaar weg en zeg je daarna niks meer, toch? Ik vind het ook altijd, als je nog steeds online aan het communiceren bent, vind ik het ook altijd heel, wat ik zelf altijd deed, heel belangrijk om voice memo's te sturen. Dat deed ik zelf altijd vrijwel meteen, wanneer je dan iemands nummer hebt en iemand stelde een vraag. Dan stuurde ik vaak een best wel, nou ja, niet te uitgebreid, maar gewoon een wat uitgebreider verhaal in een voice memo. Want ik wil vaak gewoon altijd uitgebreid over mezelf vertellen en dat vind ik dan het fijnst om in een voice memo te doen. Zodat iemand gelijk een beetje... weet van met wie diegene te maken heeft. Maar ik ben dan heel benieuwd hoe diegene daarop reageert. En of ook zelf een voice memo terugstuurt. Of dat dan niet doet. Want bij mij heeft het echt dikke pluspunten als je dan zelf ook een leuke voice memo terugstuurt. Want een stem kan ook zoveel betekenen. En dan, dan kun je gelijk alweer een beetje beter kijken of het klikt. En dan tips voor daadwerkelijk dan de eerste date. En ik kreeg namelijk een specifieke vraag over hoe kan je nou goedkoop daten. Zonder dat het gelijk Netflix en chill wordt. Nou, ik denk dan, ga wandelen. Hoe suf het ook klinkt, maar wandelen op een eerste date. Je kan namelijk wandelend, je loopt naast elkaar. Kan je soms heel chill een gesprek voeren, omdat je niet constant elkaar hoeft aan te kijken. Als je bijvoorbeeld een drankje gaat doen, zit je vaak tegenover elkaar. Drankje doen kost ook nog geld. Dus als je gewoon een wandelingetje gaat maken van een half uurtje of een uur... Dat spreek je dan ook zo van tevoren af van, nou, we kunnen wel even een uurtje gaan wandelen. Dan heb je ook een soort van eindtijd. Dat als het nou niet zo leuk is, dan heb je zo van, nou, oké, ik ga nu wel naar huis. En als het wel heel leuk is, kun je altijd nog kijken wat je daarna gaat doen. Maar ik denk dat wandelen echt zo'n ideale manier is om elkaar beter te leren kennen. En sowieso nu door de coronatijd is wandelen volgens mij überhaupt steeds populairder geworden. En ik merk het ook, als ik met vriendinnen ga wandelen, kun je soms zo fijn een gesprek voeren om... dat je elkaar niet hoeft aan te kijken. En dat lopen werkt een soort van meditatief. En nou ja, dat is echt heerlijk. Dus dat lijkt mijn ultieme tip voor een goedkope date ook. En als je het uiteindelijk dan toch... Ja, je hoeft het niet goedkoop te houden. Je kan alsnog daarna dik uit eten gaan of whatever. Maar ik denk dat wandelen echt de ideale low-key manier is om te kijken of het klikt. Ja, en met een drankje doen, dat voelt ook misschien heel snel zo statisch. Dus je kan altijd ook eerst gaan wandelen en daarna alsnog een drankje doen. Maar als je direct gaat zitten en een drankje gaat doen... ja. dat kan misschien in het begin een beetje awkward zijn of zo. Dan heb ik nog wat vragen gekregen van mijn volgers op Instagram. Ik vind het altijd leuk om mijn volgers een beetje erbij te betrekken. En dus mijn video's een beetje te maken met dat het niet uiteindelijk mijn eigen ervaringen allemaal zijn. Maar ook een beetje hier en daar van andermans ervaringen. En als je me dus iets opstuurt, dan blijf je altijd anoniem als ik het dan in een video bespreek. Dus no worries. Ik kreeg dus een vraag van een meisje die zegt: ik ga voor het eerst een keertje uit met een meisje. Help, wat moet ik doen? Heel eerlijk, ik vond het zelf altijd veel minder eng om met een meisje te daten. Maar ik denk dat je het... Uiteindelijk is dat misschien ook sowieso een tip voor als je het spannend vindt om met iemand op date te gaan. Om even te benoemen dat je het wel spannend vindt. Dus ook als meisje met een ander meisje op date gaan, denk ik dat het heel fijn is om even aan te geven van: hey, ik heb het nooit eerder gedaan. Ik vind het best wel spannend. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. En dat je dat als je elkaar dan daadwerkelijk in het echt ziet, dat je dat ook even zegt van: hey, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend. En weet je, dat kan al heel erg helpen. Maar verder is het niet heel anders dan misschien daten met een jongen. Ik denk echt dat het met een meisje veel leuker en makkelijker kan zijn. Dat je ook misschien veel beter kan levelen en veel leukere, nou niet per se leuker, maar gewoon ook net zo makkelijk een gesprek kan voeren. Of misschien nog wel beter. En uiteindelijk kom je er misschien achter dat het verder geen klik is wat betreft een romantische klik of een seksuele klik. Maar kan je, dat is het fijne aan daten met meisjes, dan komt er misschien nog wel een vriendschap uit. Dat gaat soms wat makkelijker misschien dan met een jongen. Oh, en die eerste ontmoeting op een date. Er is dus iemand die stelt een vraag van: wat doe je bij de eerste ontmoeting? 3 kussen, een knuffel, wat moet je doen? Nou, voor mij persoonlijk, ik doe nooit 3 kussen. Het is altijd een knuffel. En soms komt daar even zo'n snelle kus op je wang bij, weet je wel. En ik denk dat het in eerste instantie is een knuffel. Ja, nu is het ook weer moeilijk, want met coronatijd kan ik me ook voorstellen dat je dat ook niet zo snel meer doet of zo. Maar vaak... in normale tijden was het dan een knuffel van: hey, hoi. En als je dan afscheid neemt en je vond het toch wel heel erg leuk met elkaar en je wilt toch een beetje laten zien van: ook vind jou wel interessant, dan geef je nog even die snelle kus op de wang. Of je doet helemaal een dikke tongzoen, dat kan natuurlijk ook. Dat moet je maar een beetje aanvoelen. Ja, je kan het ook gewoon direct als je aankomt lopen benoemen van: hey, knuffel. Of wat gaan we doen, knuffel. Weet je, sowieso geen hand geven, denk ik. Dat zou ik tenminste niet zo snel doen. Nou, 3 kussen zou ik dus ook niet zo snel doen. Maar ja, misschien als je weer wat ouder bent, weer wel, weet je. Ik denk dat mensen rond de 20 dat minder snel zullen doen dan mensen rond de 30. Of is het een hele gekke aanname? I don't know. Ik ben ook maar een beetje hardop aan het denken, jongens. Ik denk gewoon een knuffel geven. Als je merkt dat diegene wel kussen wil geven, nou, dan benoem je dat even van: oh, haha, awkward. Ik dacht gewoon een knuffel. Weet je, dat, ja, en dan is dat ook zo voorbij. En als dat eerste ontmoetingsmoment voorbij is, dan uiteindelijk... kun je die spanning ook best wel gewoon loslaten. Hey, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ondanks dat ik al in een relatie zit, hoop ik dat ik toch nog een beetje datingadvies heb kunnen geven. Laat nou even jouw ultieme datingtip achter in de reacties. Zorg dat je Happn volgt op Instagram om mee te kunnen doen aan de winactie voor mijn boek. Abonneer je natuurlijk even, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon snel weer. Over een week of 2 of 3 weken, I don't know. Doei!